video van Lianus Live, het acrylverf gieten. Ik ga voor het eerst meedoen aan een challenge. Deze challenge wordt gedaan in de Facebookgroep Paint Pouring People. Die is dus eens kort, al heeft die al meer geloof ik als 20.000 leden. Die is van die Karen, die je waarschijnlijk wel kent van YouTube. Die vrouw en haar man die filmen het en zij maakt van die hele mooie bloemenleertjes om je te maken. Die ga ik ooit ook nog eens keer proberen, maar dan moet ik die video toch echt nog wel een aantal keren denk ik bekijken. Alleen als zij het doet, die ziet er heel makkelijk uit, maar dat weet ik niet. Zij heeft met de kerst ook die mooie kerstkrans gemaakt. Nou, ik weet even de achternaam niet, maar de voornaam is Karen en die ken je waarschijnlijk vast wel. Nou, ze hebben dus een challenge gedaan voor de maand januari met zwart en wit. Je ziet trouwens op YouTube veel vaker van je challenge met al die vrouwen, maar ook een paar mannen trouwens over de hele wereld. En dit keer dacht ik van nou, ik ben wel heel erg benieuwd. Dus ik heb hier natuurlijk zwarte en witte verf. Ik heb natuurlijk in mijn beker, die wat groter, zit ook altijd witte verf in zonder siliconen. Dus ik heb hier even een klein potje met siliconen, witte verf. Ik had mijn bakje zwarte verf al gemengd met siliconen. Dus ik heb hier een klein potje zonder siliconen. Nou, we gaan beginnen. En dan ga ik denk ik maar gewoon aan de ene kant. Ik heb eigenlijk geen idee wat ik ga doen. Nou, ik ga want hier zit nou net de siliconen in. Dus hier ga ik het toch wat ik wat ik hoop dat ik niet zou gaan doen, doe ik dus toch. Want als ik hier eerst de siliconen op doe. Kijk, en ik weet niet of je het al ziet. Maar je ziet meteen, dit is dus het werk van de siliconen. Dus daar komt het verf nu op. Natuurlijk heb ik de pinnetjes onderin. Ik heb een goedkoper canvasdoek van de Action. Dat kan je ook wel zien. Ja, hoe het... je ziet het gewoon dat het van de Action is. Maar voor een challenge is het niet erg. Nou, hoop ik wel dat dit nog goed komt. Dat je dus niet zometeen hier... want dan ga je dus het canvasdoek doorheen blijven zien. Nou, dan ga ik dus eerst de zwarte dan maar hier over... die ga ik toch hier doen. Het zwarte verf. Zo. En dan hebben we hier, ga ik het tegelijk doen? Ja, ik ga het gewoon tegelijk doen. En dan doen we hier de witte verf zonder siliconen. En dan gaan we dat, de zwart is wat dunner zoals je ziet, want die vloeit wat beter. Maar ja, die heb ik ook net gemaakt, dus er zullen ook meer luchtbellen in zitten. En de witte verf, die is van eergisteren. Nog een dag later zelfs. Dus die is wat dikker. Die had ik eigenlijk een beetje moeten verdunnen zoals je dus ziet. Nou, het gaat nu al helemaal anders dan mijn bedoeling was. Want ik dacht echt van ik ga netjes zo de helft scheiden in witte verf en zwarte verf. Maar dat gebeurt al niet. Nou, ik heb in ieder geval allemaal met de kwast even de zijkanten met witte verf dus verdeeld. Er zitten toch nog ook trouwens aardig wat luchtbellen in de witte verf. Zie ik tot mijn verbazing. Daar gaat mijn bakpapier. Kijk, het bakpapier is makkelijker als gewoon papier. Dan kan je toch even het sneller ervan afhalen. Nou, ik maak er nu al een zootje van. Maar dat komt denk ik ook natuurlijk sneller door de zwarte kleur. Lijkt het natuurlijk ook sneller dat je een zootje ervan maakt. Maar ik moet het toch gelijk verdelen overal. Is wat lastig. Even kijken. Zo. Hier nog even een beetje zwart. Nou. Dat zwarte verf. En het witte verf is nu wel verdeeld. Dan ga ik toch, want dit is geen doen en dit zwarte verf. Ik heb ook geen zin om het in een emmertje water af te spoelen. Oh, even mijn hand ervoor om een... Niet met mijn hand erin, maar om even een... Dat was niet handig.
een handschoen uit de doos te trekken. Sorry hiervoor. Ja, je weet het inmiddels, hè. Dan denk ik in ene, het gaat wat beter, want het is natuurlijk weer midden in de nacht. Het is 2:30 bijna. En dan denk ik, ja, de pijn zakt. En dan wil ik gewoon meteen acrylverf gieten. Sorry van enthousiasme in mijn stem. Dat was een beetje te luidruchtig volgens mij. Ik wil toch nog even een beetje witte verf bij. Dus, zo en zo. En dan moet ik nu, en waar is nou mijn andere, oh ja, hier is mijn andere kleine bekertje. En daar ga ik dus nu de verf doen waar de siliconen in zitten. Althans, de Dimeticone. Dat is dit flesje. Dat is wat dikker als de siliconenspray. En ik vind dat toch prettiger. Ik vind toch dat de cellen daar mooier van worden. Ik heb het nergens kunnen vinden op internet kunnen kopen. Tot Annemarie Ridderhof, de welbekende acrylic pouring koningin, noem ik haar maar. Zij is een webshop begonnen. En daar verkoopt ze dus ook die handige bakjes. Heb je 25 stuks voor maar 1,50. En nou ja, jullie hebben mij gezien hoe handig die bakjes zijn. Ook deze kleine medicijnpotjes, die verkoop je er ook. Ik geloof 20 voor 1,50. Ja, en zij heeft dan niet gewoon acrylverf te koop, maar wel... ik had ze volgens mij beter om en om op het doek kunnen doen, denk ik. Nou ja, maakt niet uit. Zij heeft dus niet de gewone acrylverf, maar zij heeft wel de vloeibare acrylverf. En dat gaat vanaf 6,95 tot geloof ik 18,95. Zij heeft uitgelegd dat het komt door de pigmenten wat erin zit. En als je dus de vloeibare verf hebt, dan heb je dus meer Floetrol nodig dan natuurlijk verf, wat logisch is. En je hebt er ook niet zo heel veel van nodig. Terwijl ik nu nog steeds toch de verf in de aanbiedingen koop. Dus ik wil wel de kant op van de vloeibare. Maar ja, ik heb eerst nog een hele andere verf om op te maken. Dus ik ga er gewoon langzaamaan beginnen, denk ik, naar de vloeibare. Maar dit terzijde, ik praat weer veel te veel midden in de nacht. Komt mede ook omdat ik morfine slik. En als ik een beetje extra morfine op heb, dan praat ik nog meer. Maar dat hebben jullie denk ik al gemerkt. Dat kan je gezellig vinden of niet. En anders kan je natuurlijk doorspoelen. Je kan het geluid uitzetten. Dat is natuurlijk allemaal naar jullie. Ik hoop wel dat jullie mijn video's leuk vinden. En vind je ze leuk, dan vind ik het weer leuk als je gaat abonneren. Of als je me een duimpje geeft. Omhoog graag. Ik wil ook een paar duimpjes naar beneden. Gelukkig geloof ik maar 2. Maar dat voelt toch heel raar. Want ja, ik begrijp het wel. Want sommige video's zijn, ben ik zelf niet tevreden over. Dat ze ook niet over deze zijn. Maar ja, je doet toch je best. Oh, kijk. Kijk eens eromheen. Begin al celletjes. Nou ja, ik ga hem omhoog halen. Oh. En dan ga ik met mijn crème brûlée branden eroverheen. Oh, die gaat ze trouwens ook binnenkort verkopen, zag ik. De mediums heb ze. Die is trouwens wel, moet ik zeggen, bijna altijd uitgekocht. Zodra die er is, worden meteen de pouring mediums worden meteen daar besteld en gekocht. Je hebt ook de mooie glittertjes heb je bij haar. Maar waar ik het eigenlijk voornamelijk blij om ben, is ook de Floetrol van 1950. Dus dat je de Floetrol bij haar kan bestellen. De bakjes, de roerstokjes, de Dimeticone. Dat soort dingen. De spuitjes, dat je dat wel bij haar lekker allesmaal bij elkaar kan doen. En voor het acrylverf, vooral die leuke kleine tubetjes van laatst. En de goede canvasdoeken ga ik dus naar martinbrinkhuis.nl. Daar gaat zij trouwens, daar heeft zij het ook wel eens over gehad, hoorde ik laatst. Omdat die toch wel vaak leuke aanbiedingen hebben. Dus ja, daar ga ik naartoe. Af en toe ook bij de kwast. Daar ga ik ook wel eens, bestel ik ook wel eens wat. Of bij deva.nl. Ja, ik zoek gewoon de aanbiedingen. Maar ik eindig ja, voornamelijk door bij Annemarie dat ik bestel. En bij martinbrinkhuis.nl. En wat ook het grappige is, bij alle twee krijg je altijd een cadeautje bij.
Bij Martin Brinkhuis heb ik deze kwast gekregen en een keer een andere kwast en ik kreeg een klein tubetje verf. Nou ja, bij Annemarie heb ik van een notitieboekje, een tekenblok. Wat heb ik nog meer bij haar gekregen? Nou ja, er zit in ieder geval altijd een cadeautje in. En dat is toch wel leuk. Kijk, dit is mijn zwart met wit. Totaal anders wat ik in gedachten had. Ik dacht echt van, ik doe zo door de helft. Zwart en wit. En dan in het midden wilde ik iets doen. Maar het is dit geworden. En ik vind hem toch wel heel apart. Maar het komt ook, de zwarte verf was een stuk dunner dan de witte verf. Kijk, en nu zie je wel dat die witte puntjes allemaal, zie je? Maar jongens en meisjes en dames en heren, ik onder dat praat van mij, moet ik zeggen, is er toch iets uitgekomen dat ik heel bijzonder vind. Hoe meer ik nou met mijn brander zo ga doen, des te meer witte stipjes je gaat zien. Nou, er zit nog wel een beetje te veel verf op. Maar ik wil mijn verschillende cellen toch niet anders hebben. Nou, het valt mee. Ja, je ziet nog wel wat verschil in diktes. Maar het is wel trouwens... allebei heb ik de verf van die rius, dus van die kleine tubetjes heb ik hiervoor gebruikt. Maar mijn droom is toch wel om langzaam over te stappen op die vloeibare, hoor. En mijn kersttaarttop droom is toch echt met dat exposiehars, dat art resin, om daar wat mee te doen. Alleen, ja... Dat wordt dan alsnog, zou ik dat maar dan heel af en toe kunnen doen. Dat het gewoon wat te zwaar is om te roeren, jammer genoeg. Maar misschien kan ik het wel met mijn sieraden gaan doen. Maar aan de andere kant, als je gewoon ziet wat mensen doen daarmee. Oh, ik vind het echt prachtig. Moet je maar eens kijken op YouTube bij Resin. R-E-S-I-N. Art. Je weet niet wat je ziet. Ik probeer het nu een beetje na te bootsen, omdat ik dan met... een glansvernis eroverheen gaan. En ook soms dus met die pore medium van Liquitex. Daar heb ik ook vandaag een vernislaag, een soort van vernislaag eroverheen gedaan. Er moet nog een vernislaag overheen, wat het dus niet beschermt. Maar in principe hoef je dus geen vernislaag eroverheen te doen. Je kan het gewoon ook opdrogen en is het ook beschermd. Tegen geel worden van alles het acrylverf. Alleen, wat ik wel vaak vind, als je dus die glansvernis eroverheen doet, dan komen de kleuren zo terug. Dat zal ik jullie in de volgende video laten zien, wat ik heb gedaan met al mijn roze en rode varianten, laat maar zeggen. Nou, ik denk dat jullie ondertussen goed hebben gezien hoeveel mooie verschillende cellen ik heb. Dat zie je trouwens nu heel duidelijk. En ik vind toch de combinatie Flutro met de Dimetico. Nou, en het flesje is geloof ik €3,95. En dat doe je dus zo lang mee. En ik vind dit gewoon de mooiste cellen. Dus ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Vond je het leuk? Abonneer je alsjeblieft. Deel dit met je vrienden, dat ze ook kunnen abonneren. Dat zou ik ook wel leuk vinden. En tot de volgende video maar weer. Doei!